Grensoverschrijdend gedrag en werkstress is nog steeds beroepsziekte nummer 1. Dat je over dit onderwerp met elkaar het gesprek voert. 1,7 miljoen mensen krijgen te maken met grensoverschrijdend gedrag in Nederland. Hoe pak je dat binnen jouw organisatie aan? Ik ga in gesprek met twee specialisten die jou heel graag verder willen helpen. Ze schreven het boek Stop het Zwijgen en ze zijn mijn gast. Beide van harte welkom. Leuk dat jullie ja. er zijn. Um, Karin Bosman, Frank Peters, stop het zwijgen. Nou, daar zit al meteen een duidelijke boodschap in, volgens mij. Daar zo meteen over. Ik wil eerst even, uh, begin ik even met jou, Frank. Even een stukje duiding doen, want jullie hanteren grensoverschrijdend gedrag, ongewenst gedrag door elkaar heen. Waar hebben we het over? Ja, we doen dat heel bewust, omdat het in de praktijk ook door elkaar heen gebruikt wordt. Ja. Feitelijk hebben we het over alle vormen van gedrag waarbij je de grens van een ander overgaat. En, dat, en dat, dat kan verbijlend zijn, dat kan seksueel zijn. Dat, dus het, het kent veel verschillende uitingsvormen. Dat maakt het ook meteen wel lastig, denk ik, Karin. Om uh, het, het is dus niet een zwart-wit. Het is ook de perceptie van degene die zich het slachtoffer voelt. Dus ja, dat klopt. Het is een heel complex onderwerp ja. eigenlijk. Hè? En Inderdaad, wordt grensoverschrijdend gedrag en ongewenst gedrag door elkaar heen gebruikt. doen wij ook in dat boek, zoals ja. Frank zei. Maar met grensoverschrijdend gedrag kijken we meer naar het juridische kader. He, dus wat de, wat de wettelijke bepalingen zijn he, op, op, op dit thema. En ongewenst gedrag, uh, dat gaat meer echt over hoe jij gedrag van een ander hebt ervaren. Ja. en in hoeverre daar gelegenheid is om een gesprek over te voeren met elkaar. Je hebt een bedrijf dat heet uh, Report App. Is dat een app? Dat is een uh, platform waar een applicatie en een app aangekoppeld zit. Ja. En wat doet dat? Dat zit vooral op het voorkomen van uh, ongewenst gedrag door het uh, creëren van ruimte voor uh, dialoog en interactie. Dus het deelt heel veel kennis en informatie die mensen nodig hebben om, uh, om ook uh, die open communicatie, die, waar wij om vragen uh, te kunnen voeren met elkaar. Wat uh, jij, uh, jij bent zelfs, mag ik jou slachtoffer noemen in het verleden, of, of vind je dat een foute term? Nee, het is niet een foutieve term. Je bent ervaringsdeskundige. Ik ben ervaringsdeskundige en ik heb niet heel veel met labels zoals slachtoffer, vermeende plegen, dader. Ja. We hebben het liever altijd over betrokkenen. Maar ik heb zelf te maken gehad met grensoverschrijdend gedrag. Hoe lang? Twee jaar lang. Met als gevolg? Met als gevolg dat je uitvalt, dat je ziek wordt en dat je. Nou ja, in mijn geval, je bent gaan inzetten voor een heel belangrijk thema. Want grensoverschrijdend gedrag en werkstress is nog steeds beroepsziekte nummer één. Ja. En, uh, en ik, gek genoeg misschien, maar ik beleef daar nu heel veel plezier aan. Is het een sleutelmoment geweest voor jou dan, wat je heb, zelf hebt ervaren? Uh, het is een, ja, dat denk ik wel. Het is een keerpunt. En je ziet, denk ik, heel helder, als je uit dat uh, dal komt, wat. Wat er mis is gegaan en waar je uh, heel veel winst te behalen hebt met elkaar. Ja. En daar wilde ik me gewoon heel graag voor inzetten. Mm. Um, we gaan het zo meteen hebben over, zowel het, de, de preventiekant. Hè. Vo voorkomen is beter dan genezen. Zeker. Maar ook gaan we het hebben over: en als het, er, als het dan aan de orde is, hoe pak je dit soort dingen uh, dan aan? Um, wat heb jij met het thema? Of, want jij, jij schrijft meer boeken, dus niet je eerste. Um, wat doe nee, jij met het thema? Ik ben bij heel erg veel grote casuïstiek betrokken. Vanuit het, uh, enerzijds vanuit preventie, mm -hmm. en al, dus het verbeteren van cultuur om te voorkomen dat dit uh, kan plaatsvinden. En anderzijds vanuit crisiscommunicatie, vanuit het managen van acute situaties waarin dit onderwerp uh, speelt in organisaties. Uh, op het moment dat het naar buiten lekt en er mediatechnisch wat moet gebeuren, of vanuit op jouw... het moment dat uh, de formeel een melding is en en men moet daarover gaan communiceren, ik kan ze nu en dan leken vragen stellen, hè, maar dat, dat doe ik bewust omdat ik ben, jullie, zijn de expert en ik mag de leek uh, zijn. Um, en iets wat ik veel, want het is natuurlijk een onderwerp van een gesprek waar we met z'n allen heel veel over praten op dit moment, wat ik dan veel hoor is, en dat is dan en het, misschien een vraag die ik jou persoonlijk kan stellen, als het mag, is hoe kan het zo zijn dat er zoveel mensen zijn die daar zo lang, uh, uh, waarbij het zo lang gebeurt, en uiteindelijk, ik noem het dat toch maar even, het slachtoffer zijn, met alle nadelige gevolgen van dien, en hoe kan het zo zijn dat je niet eerder aan de bel trekt? Kun je dat vanuit jouw eigen situatie verklaren? En ik ken jou helemaal niet, maar jij lijkt me zeg maar, ja, een, een mans genoeg type die zegt: van gast, ik weet niet wat er gebeurt, is zo precies. Maar zoek het even op en zoek het uit. Hoe kan het dan toch gebeuren dat dat soort dingen zo ver en lang doorlopen met alle gevolgen van dien? Um, ja, ik, ik denk dat, kijk, in mijn geval, wat, wat jij zegt, dat hebben heel veel mensen tegen mij gezegd. Hoe kan het dat jou dit is uh, overkomen? Want je komt heel weerbaar over. Um, als je te maken krijgt met grensoverschrijdend gedrag... dat is toch iets wat erin sluipt. Je zoekt, hè, dat, dat is algemeen bekend... dat mensen vaak eerst ook naar zichzelf kijken... de schuld bij zichzelf neerleggen. Mm. Dan realiseer je dat je in een uh, soort van web terechtkomt. Dan, daar ga je je voor schamen. Want je bent toch die weerbare vrouw die het allemaal wel regelt. Hè, en hoe kom je daar dan in terecht? Wie gaat je geloven? Ja, het werd in mijn geval waar best wel wat extreme dingen... waarvan je denkt, ja, gaan mensen dit geloven? En daarnaast... Um, vaak heb je toch, als je het hebt over grensoverschrijdend gedrag... te maken met mensen in leidinggevende functies. Ja, en, en er staat heel veel voor je ook op het spel. Mm. Als je iets naar buiten brengt mm -hmm. wat je bespreekbaar wil maken. Mm -hmm. En je komt erachter dat alles wat is ingericht... Hè, want uh, in mijn geval was er een gedragscode, er was beleid... er was zelfs een vertrouwenspersoon in die tijd. Maar als dat allemaal voor de bune is... Dus als het alleen op papier bestaat, maar niet in de praktijk leeft, dan heb je het over schijnveiligheid. Hm. En, uh, en dat maakt het voor mensen heel erg moeilijk om dingen bespreekbaar te maken. Ja. En dan heb je het ook nog nu te maken bijvoorbeeld met leiders die het heel moeilijk vinden als ze dingen zien. Gewoon niet goed weten hoe ze dan iets moeten openbreken of hoe ze het gesprek moeten voeren. Hoe ze een team uh, uh, ja, ook, ook kunnen betrekken bij... Uh, ja, bij hoe het gaat uh, als het gaat over het bespreken maken van gedrag. Het is, het is een hele ingewikkelde materie. Ja. En elke casus staat altijd op zichzelf. En hoe, klein, ja, hoe, klein het, hoe kleiner je in gesprek met elkaar komt... des te makkelijker het wordt om te deescaleren. Dus ja. het. Ja. Het, ja, het is niet één big bang, het is niet één event wat gebeurt... maar het is nee. echt een proces. Ja. Ja. Het ja. zijn vaak opeenstapeling van ja. gebeurtenissen ook. Ja. Ja. Um, preventie. Frank, laat de, de meest uh, eenvoudige vraag en daarna heb ik wel wat concretere punten, hoor. maar laten we eens heel open gooien. Hoe doen we dat? Nou, het allerbelangrijkste is dat je over dit onderwerp met elkaar het gesprek voert. En dat in de organisatie heel duidelijk is welke waarden er gelden, maar vooral ook welke normen er gelden. En als er afwijkingen van die normen in een organisatie plaatsvinden. Dat medewerkers zich dan zo veilig voelen. dat ze elkaar daar ook op durven aanspreken. Moet je dat apart uh, gaan adresseren? Of moet je dat in de lopende.? In het lopende communicatiepatroon stoppen? Ik zou het altijd integreren. Want om het alleen over dit onderwerp te hebben, dat is een onderwerp wat, waar bijna altijd al een taboe op ligt. en mm -hmm. wat ook beladen is in de organisatie. Mm -hmm. Dus ik zou heel erg vanuit de waarde, waar staan wij als organisatie voor? Vanuit de positief stimulerende kant zou ik met dit onderwerp omgaan. Dus stimuleer mensen om het goede te doen in plaats van dat je voortdurend met gele en rode kaarten in de weer bent uh, in de organisatie. Het klinkt zo logisch. Het is ook logisch, maar het grote probleem is dat er toch heel vaak een taboe, een dusdanig taboe op dit onderwerp rust, dat mensen zeker omdat die maxrelatie er is tussen leidinggevenden en medewerkers, dat medewerkers zich niet veilig en niet vrij voelen om dit bespreekbaar te maken. En bovendien hebben de meeste bedrijven waar waarden en normen zijn, nagelaten om die te internaliseren in de organisatie. Waardoor medewerkers ook niet weten wat ze kunnen doen en wat er van hen verwacht wordt, en dat ze ook de vrijheid hebben om zelfs hun leidinggevende aan te spreken op afwijkingen van normen. In hoeveel. Ja, je wilt er geen empirisch onderzoek naar hebben gedaan, uh, Karin, maar, maar uh, hoe, hoe staan we erbij in Nederland? Heb jij het idee, als ik het nou eens even heel zwart-wit zou verdelen in organisaties die dit echt goed doen en waarbij het dus ook niet of weinig voorkomt, of misschien wel helemaal niet, en organisaties waarbij je zegt, van, ja weet je, die, moet daar, die moeten echt heel snel het boek gaan lezen. Uh, heb jij een idee van, als je nou eens moet zeggen, percentages in Nederland? Nou, hoe kijk, slecht of hoe goed is het gesteld? Nou, ik denk heel slecht, want ja. je, je, hè, je introductie was net ook 1,7 ja. miljoen mensen. Ja. Uh, dat vind ik echt een enorm aantal mensen die jaarlijks te maken hebben met, uh, met gedrag wat als ongewenst wordt ervaren en ook daardoor uh, komen uit te vallen. Dus ik vind wel dat het heel slecht gesteld is uh, in Nederland. Ik zie wel dat er verbetering komt. Mm -hmm. hè? Dus dat wel steeds meer bedrijven zich echt gaan. Focussen op van wat die niet alleen maar dat vinkje willen zetten, maar ook echt dat vonkje willen maken. Ja, ja. Dus um, veel beter gaan luisteren naar wat mensen nodig hebben om zich veilig te voelen. Veel beter snappen dat, um, ook al uh, wordt er vanuit de overheid, zeg maar per branche, een, een, een gedragscode voorgesteld, mm -hmm. dat zelfs in jouw organisatie. Er misschien wel sprake van uh, moet zijn dat er twee codes worden ingericht. Dus dat je veel gerichter en veel specifieker naar je eigen uitdagingen gaat kijken. En uh, daarvoor dus ook je mensen nodig hebt om die feedback die je uh, voor die gedragscode, dat je, die, dat je daar dus iets mee doet. Mm. En als je dat laat zien aan mensen, dan zorg je dat er. Uh, een, 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 ja, het vertrouwen niet wordt opgelegd, hè? dus door al die vinkjes te zetten, maar het vertrouwen wordt gestimuleerd omdat mensen mogen meedenken over hun eigen veiligheid. Hoe belangrijk is leiderschap hierin? Leiderschap is cruciaal, ja. Want de top moet zich committeren aan die waarden en die normen en die moet stimuleren en uitnodigen dat de organisatie zich ook uh, laat horen. En de top zal dus moeten aangeven zelf... hoe belangrijk ze dit vinden. En niet alleen door te stellen dat mijn deur altijd uh, open staat... Mm. maar door letterlijk met de organisatie het gesprek aan te gaan... en managers in de organisatie te faciliteren... en uiteindelijk ook te belonen en af te rekenen... op de vraag of dat ze deze cultuur verder helpen in de organisatie. Maar het begint... Alles begint bij de top. En wat dat betreft hebben we heel veel te danken aan de Voice. Gek genoeg. En het was natuurlijk een vreselijke situatie. Maar die situatie heeft er wel voor gezorgd dat er in heel veel organisaties aandacht voor het onderwerp is gekomen. En tegelijkertijd, en dan zal ik hem niet persoonlijk aanvallen, maar zagen we toch een, een wat onhandige uh, John de Mol uh, voor een camera verschijnen. En als ik dan naar uh, leiderschap in Nederland... Dit, laat ik zeggen, ze worden niet getraind in... Omgaan met emoties um, in kwetsbaar zijn kwetsbaar opstellen. Dat zijn niet de kenmerken die ik heb bij, zeker bij corporate en grote bedrijven in Nederland. Dat herken ik niet zo. Je hebt helemaal gelijk. En ik, ik denk ook dat de manier waarop John de Mol inderdaad in de boosuitzending zat, dat dat een zeer directieve leider was die daar zat, die mm -hmm. absoluut. Geen compassie en geen enkele empathie had met, uh, met de organisatie en met de slachtoffers in, uh, in zijn organisatie. Uh. Uh, ook zo'n gevoelige vraag, maar ga hem toch stellen, Karin. Is er iets, heeft het te maken met seksen? Heeft het te maken met uh, het cliché wat je dan vaak hoort? Uh, vrouwelijke leiders hebben meer empathie en hebben meer connectie met emotie. Of is dat echt bullshit en loopt het door man-vrouw boeit niet? Mm. Ik denk dat het. Ik vind het een lastige vraag. Ja, ik ook. En uh, ik moet heel eerlijk zeggen dat ik in mijn werk meer vrouwen tegenkom die uh, het niet goed met elkaar voor hebben dan mannen eigenlijk mm. op dit thema. En, um, maar er zijn ook fantastische vrouwen die heel mooi werk doen en andere vrouwen liften hierin. Ja, ik vind het een heel, heel lastige vraag. Ja. ja. Hoe leiden we leiders op, los van of ze man of vrouw zijn of wat ze ook zijn? Hoe leiden we ze. Want er wordt op geen enkele weet ik veel, MBA of Business School of in ja, weet ik niet, ik heb het nooit gevolgd, dat is best duur, maar wordt, wordt daar aandacht voor Jij zit meer in die kant. Worden die gasten getraind zo langzamerhand? Nou, je ziet bijvoorbeeld in, bij een aantal universiteiten, Tias is daar een voorbeeld van, Nijrode ook wel, zie je wel steeds meer aandacht komen voor onderwerpen als integriteit. Ja, ja. En daarmee ook voor, uh, voor empathie en voor compassie bijvoorbeeld. Dus het ja. onderwerp komt wel steeds hoger op de agenda. De zachtere... Managementfactoren, uh, mm -hmm. die zie je steeds meer opkomen. Ja. Maar ik krijg ook heel vaak de vraag in, uh, in trainingen, Frank, van uh, kan je empathie leren? Ja. Nou, en wat vind jij? Ik denk dat je erin kan verbeteren, ja. maar ik denk niet dat je het kan leren. Dat denk ik ook. Er is overigens wel on veel wetenschappelijk onderzoek gedaan naar empathie en daaruit blijkt toch dat vrouwen daar net iets beter in zijn dan mannen. Toch een verschil. Dat gevoel voor de omgeving, omgevingssensitiviteit, dat zie je toch wat sterker aanwezig bij vrouwen, lijkt uit het onderzoek. Ja. Wat is de rol van? Um, uh, want hier kijken, uh, hier kijken misschien mensen die leiding geven aan een organisatie, maar daar werken natuurlijk heel veel mensen. Wat is de rol van de van de werknemer, van jij en ik, van iedereen die binnen die organisatie werkt, wat kunnen wij doen aan preventie? Nou, je hebt ook zoiets als uh, goed werknemerschap. Het dat gaat niet alleen om de zorgplicht van de werkgever. Maar als jij als werknemer moet ook je, je best doen mm -hmm. om ervoor te zorgen dat er een, dat je een bijdrage leeft aan dat veilige, positieve klimaat, waardoor iedereen uh, nou ja, tot, zijn, uh, tot zijn, zijn of haar potentieel komt. Dus je bent verantwoordelijk om uh, nou, als je dingen signaleert om die toch proberen bespreekbaar te krijgen. Uh, als jij een mening hebt over een gedragscode die je onder ogen krijgt, is het belangrijk dat je die ook deelt, hè, zodat daar iets mee kan, gedaan kan worden. Uh -huh. um, ja. ja, ja wat, wat is je verantwoordelijkheid? Ja, je je conformeert je aan een gedragscode en als die er niet is, zou je er eens om kunnen vragen? Uh -huh. Een gedragscode is wat anders als uh, uh, core values en dat soort dingen? Want hoe moeten we dat zien? Het is feitelijk een doorvertaling van ja. de, de waarden naar normen en daarmee een gedragscode. Ik maar denk in aanvulling op wat Karin zegt: ik denk dat een hele belangrijke taak ook gewoon is dat iedere werknemer moet opstaan op het moment dat hij ziet dat er afgeweken wordt van de waarden en normen die je met elkaar hebt afgesproken. Dus ook daar heb je een hele zware verantwoordelijkheid ja. als werknemer. Maar dat kan alleen als de draagvlak is. Zeker. Ja, want ja, ja. als er geen draag... Dus als wij niet met elkaar hebben afgesproken... dit is een gedragscode waar we allemaal voor staan met elkaar... Uh -huh. wordt het voor een omstander heel moeilijk om zich uit te spreken... Uh, wanneer die uh, getuige is van ongewenst gedrag. Want je hebt nergens om op te leunen. En als we met elkaar hebben afgesproken, we vinden dit... De norm, dan wordt het veel makkelijker om, 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 ja, om op te gaan staan, zoals Frank zegt. Nog best lastig om goede gedragscodes op te stellen, omdat natuurlijk grensoverschrijdend gedrag voor iedereen anders is. Want iedereen heeft zijn eigen grenzen. Zeker. Maar dat kun je nog steeds omschrijven. Ja. Ja. Ja, dat snap ik. Luister. Uh, nog meer dingen die ik wil weten. Oh ja, als het gaat om preventie. Uh, daarna gaan we het aanpakken. Stel dat er dan dingen gebeuren, hoe ga je daar dan mee om? Als het gaat om een stukje preventie, is er een verschil aan te duiden tussen kleinere en grotere organisaties? Ik weet niet of je dat weet, hoor. Maar want jij zit natuurlijk veel bij, bij. Ik noem het even MKB en corporate, noem ik het maar even. Um, is daar verschil tussen als we het hebben over dit onderwerp? Ik denk dat in iedere organisatie waarin mensen in een machtsrelatie met elkaar samenwerken, dat er sprake is van grensoverschrijdend gedrag. En dat je aan dit onderwerp dus gewoon aandacht moet besteden. Waarden en normen, die zijn ook in een klein bedrijf ongelooflijk belangrijk. Ja, en sterker toe. nog, als daar iets gebeurt, heeft het misschien wel een veel grotere impact op het bedrijf ja, dan ja. in een hele grote corporate. Ja, en je kan ook niet zeggen dat het daar of daar vaker voorkomt dan elders. Is dus niet aan de orde. Nee, nee maar geen vreemd. We weten wel dat uh, grote corporates uh, veel vaker een gedragscode hebben ingericht. He. 92% volgens mij, even uit mijn hoofd. En het MKB zit volgens mij op 24%. Dus dat betekent ook dat die gedragscode niet altijd leidend is. of het nou wel of niet voorkomt. Ja, ja precies. De gedragscodes zijn geen garantie dat het helemaal goed komt. Nee, zeker niet als het een uh, vinkje is he. in plaats ja. van een vonkje. Ja, precies dat. Leuk, we hebben gedragscodes en daarna gaan we gewoon onze goddelijke gang en gaat het weer fout. Ja. Wat is stap 1 als uh, het misgaat? Dus uh, we, hebben een, we hebben een casus. En dan? Ik zeg opstaan en leiderschap tonen. Zoals ja. bij iedere crisissituatie is dat de allereerste stap die je moet nemen. En je zult over dat onderwerp, dus de melding die daarover plaatsvindt... daar zul je het gesprek over moeten voeren met betrokkenen. Maar concreet betekent dat, ik heb een grote organisatie... Uh, en uh, uh, Katrien, die meldt dat ze, uh, 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 ze grensoverschrijdend gedrag is plaatsgevonden... van Paul. Verzin maar wat. En dan ben ik uh, directie, moet ik dan Katrien en Paul uitnodigen in mijn vergaderkamer en gaan zitten. En uh, lieve mensen, wat is er aan de hand? Je zult in ieder geval de feiten moeten kennen van die situatie. En je ja. zult, zult dus onderzoek zelf moeten doen naar die feiten. Betekent niet dat je onmiddellijk ook een extern onderzoek hoeft in te stellen. Hè? Dat is een fout die heel vaak gemaakt wordt. Dat er onmiddellijk een formeel onderzoek wordt ingesteld. En waarmee een vermeende pleger eigenlijk onmiddellijk verdachte is geworden. Vandaar dat die labels ook zo ongelooflijk uh, vervelend zijn om die op mensen te ja. plakken. Ja. Maar je zult wel moeten uitzoeken wat er gebeurd is. En of er inderdaad sprake is geweest van een schending van de normen die je in de organisatie met elkaar hebt afgesproken. Dat lijkt me lastig om te doen. Ja. Kijk, en het is ook afhankelijk van wat is er dan tussen Katrien en Paul uh, voorgevallen. Hè? Ja. Soms is het nodig om met elkaar dat gesprek te hebben en soms hoeft dat helemaal niet. En moet uh, Katrien gewoon ergens haar uh, hart luchten. En uh, krijgt ze wat, uh, wat tools om in het vervolg anders te reageren als het ja. weer een keer voorkomt. Dus je kan eigenlijk nooit zeggen uh, wat je exact moet doen. Het is altijd afhankelijk van. Wat er zich heeft afgespeeld, wie erbij betrokken zijn en ook wat de betrokkenen zelf belangrijk en relevant vinden als je het hebt over de oplossing. Mm -hmm. En die ziet er altijd, weten we vanuit de, de praktijk, toch Frank? Die ziet er altijd anders uit. Zeker. Mm -hmm. Het is echt altijd maatwerk. Er bestaat ja. geen one size fits all solution. De grootste valkuil. Ja, ja, dat je een modelboekje hebt van dit is een stappenplannetje ja, en die moet je doen. Absoluut. Dus, ja. dus elk mens is anders, elke casus is anders, elke ja. organisatie is anders. Ook in ja. ernst, hè? Als iemand, ja. als, als Paul in dit geval, Dick heeft gestuurd, dan zul je heel anders acteren als je daar gewoon het bewijs van in handen ja, hebt. Als dat hij een keer een schouderklopje heeft gegeven en ja. Katrien heeft enorm last van lichamelijke aanraking. Ja. bijvoorbeeld. Ja. ja, gaat het over. Hè, we, we moeten we leren begrip voor elkaar te hebben... of is er echt een norm overschre overschreven? Maar wat ik wel hoor wat je in het begin zei... over je eigen situatie, wat heel veel winst oplevert... is als je het bij de kiem al meteen aanpakt. Als het gaat, ja, wij ja, verspreken als het gaat etherism, als dus als je er niks aan doet... en het gaat maar door en het, en het loopt op een gegeven moment al heel lang... dan wordt het steeds groter. Dus is het ja. belangrijk om het zo snel mogelijk te signaleren... en dus iedereen te motiveren om er ook wat van te zeggen... Ja. Op het moment dat je daar bijna... ook Want ik kan me ook voorstellen dat Katrien twijfelt zelfs. Zeker. Wordt er wel eens misbruik van gemaakt? Minder dan 1% van de meldingen zijn vals. Oké, okay, dus ze zijn niet relevant om te bespreken. Ik vind Zo het vind te ik... verwaarlozen. Ja. ja. Maar jouw punt van in de kiemsmoor is wel een belangrijk punt. Want als je niet actie voert op afwijkingen op de norm... wordt eigenlijk de afwijking wordt jouw nieuwe norm. Ja. Ja, 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 precies. En dat is wel een heel belangrijk punt. Dus ja. je moet echt laten zien... daar komt de rol van de leider ook weer naar voren... Dat je er zeer serieus mee omgaat. En dat je dus inderdaad uitzoekt of en wat er gebeurd is. En als het nodig is, dat je daarop uh, acteert. Ja, want ongewenst gedrag is ook heel vaak niet te herkennen, omdat het onderdeel geworden is van de cultuur. Dus we zien niet meer dat het gedrag wat we hier hebben ongewenst is. Want het is, we doen nou ja, het altijd al zo. En, nou ja, dat laatste. We zijn natuurlijk gewend om... Want waarschijnlijk gebeurde het twintig jaar geleden allemaal ook al. Uh, alleen ja, toen hadden we dit thema nog niet te pakken... en waren we nog niet mans genoeg om met z'n allen dit aan te pakken, toch? Want ik kan me voorstellen, dat, of is het allemaal meer geworden? De mensen zijn vooral mondig geworden. En dat ja. zie je over de hele linie. Dat mensen zich durven uitspreken en makkelijker uh, opstaan. En dat er nieuwe generaties komen... die dat überhaupt veel meer in zich hebben om dat ja. te doen. De jonge generatie van nu, die nu de arbeidsmarkt inkomt... die staat daar heel anders in dan... De boomers die eigenlijk nu de arbeidsmarkt uh, uitgaan. Ja. Dat geeft ook weer frictie in zo'n twee. Ja, de ja. twee culturen. Ja. Dus het is laatst. ook generaties die bepalend ja. zijn inderdaad. Ja. Um, um, de cancelscultuur wordt het wel genoemd. Hè? Dus er gebeurt iets. We hebben dat feitenonderzoek nog niet zo goed gedaan. En het is allemaal net uh, nog helemaal vers. En, uh, en uppakee, de naam wordt gedropt. En het belandt in de media, en klaar is Kees. Wat vinden jullie daarvan? Wat vind jij daarvan, met name vanuit jouw vak? Nou, dat is, vanuit reputatie is dat een van de grootste dilemma's natuurlijk van nu. Daarom is een formeel, de stap naar een formeel onderzoek ook zo'n grote stap. Mm -hmm. he, als dat niet nodig is en je kunt ook door het gesprek te voeren uiteindelijk komen tot oplossingen of tot fact-finding, door daar zelf het gesprek over te voeren. Mm -hmm dan is dat natuurlijk een andere stap dan wanneer iemand wanneer er een formeel onderzoek plaatsvindt en iemand wordt lopende dat onderzoek vrijgesteld van werk. Mm -hmm. En dat kan soms weken of maanden duren. En dan is het natuurlijk heel moeilijk voor zo'n persoon om weer terug te keren in, uh, in zo'n proces. Ja. Uh, ook als er achteraf blijkt dat, dat er feitelijk geen grensoverschrijdend nou ja, dag heeft plaatsgevonden. Ja, maar dan is het kwaad al geschiet. Dan is het kwaad geschiet inderdaad. Dus, maar, uh, maar het, 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 het dilemma dilemma's: dat aan de ene kant wil je transparant en eerlijk zijn... en aan de andere kant zou je bijna geneigd zijn om het maar even binnen kamers te houden dan... Voor, totdat we het uitgezocht hebben. Hoe zit jij daarin? Nou, even terug naar die cancelcultuur, als dat mag. Ja? Dat, ik, dat is iets wat we nu steeds gebruiken. En dan gaat het om als iemand wordt exposed. Hè, en dan weten we nog niet eens zeker of iemand wel of niet uh, verkeerd is geweest of verkeerd heeft gehandeld. Maar denk ook even na over al die NDA's die de afgelopen jaren werden getekend. omdat mensen maar het bedrijf moesten verlaten omdat ze zich ongelukkig hebben gevoeld. Hè? Nee. Want een NDA tekenen is voor mij ook uh, cancelen. Ja. Om maken. Ja, precies. Ja. Dus er zitten, er zitten twee kanten aan Voor die mij medaille. heeft het een dubbele betekenis. En, en, en het cancelen bestaat al heel lang alleen in een andere vorm. Maar ik hoor ook een soort felheid in jou. Dat je niet te zacht aardig moet omgaan met degene die <laughs> grensoverschrijdend gedrag hebben vertoond. <laughs> nou ja, ik vind het ik, ja, fel. Ik ben heel erg voor dialoog. Ik ben heel erg voor dat gesprek. En, maar ik ben wel voor. Ik weet ook heel erg goed. En bedoel, daar hebben wij in onze organisatie ook mee te maken met die casustiek. Ik weet ook dat er heel veel mensen in een werkomgeving rondlopen. die er bewust op uit zijn om andere mensen uh, iets aan te doen of kwaad te doen. Of, ja. of zich ongelukkig te laten voelen. Ja. Om daar zelf weer uh, met een goed gevoel uh, s'avonds mee in de auto naar huis te rijden. En daar ben ik me ook heel erg van bewust dat dat ook bestaat in die werkomgeving. Die moet aangepakt worden, zeg je. Moet wel echt aangepakt worden, ja. absoluut. Weet je, en. Communicatie ophouden, zou ik altijd voor waken. Mm -hmm. Want in principe is dit een onderwerp waar zoveel emotie rond zit. Ja. En mensen zich zo door laten leiden dat je ongelooflijk veel onrust in de organisatie krijgt. Als steeds meer mensen hiervan horen. Dus dan ontstaat er een hele andere beeldvorming rond datgene wat er mogelijk is gebeurd. En datgene wat de organisatie, wat de top van de organisatie doet om de feiten boven water te krijgen en uiteindelijk het probleem op te lossen. Want dat moet uiteindelijk altijd het doel zijn. Mm -hmm. Dus je zult moeten acteren en je zult moeten opstaan en leiderschap tonen. Maar het is, het is heel erg lastig. Ik heb nog niet eerder, ik zit 30 jaar in crisiscommunicatie, eigenlijk is dit het meest lastige onderwerp om te managen. Als ze morgen. Een hele grote brand bij een bedrijf uitbreekt, weet iedereen dat er een probleem is, wat er moet gebeuren en welke acties. Daar liggen de draaiboeken klaar. Daar liggen draaiboeken, alles ligt ervoor klaar. En dit onderwerp is zo subjectief en iedereen heeft er een andere perceptie over. Dus iedereen heeft ook een hele andere mening. Als je met bestuurders spreekt over dit onderwerp, is het een ongelooflijk lastig te managen onderwerp. Omdat men het ook persoonlijk ongelooflijk emotioneel vindt. Uh, dus dat maakt het heel lastig. Zowel voor degenen die last hebben van het onderwerp. als de vermeende plegen. Maar vooral ook de bestuurders. die uiteindelijk moeten komen tot een oplossing voor de situatie. Is het, zal het. Mm, misschien niet het woord, maar zal, zal het in de toekomst. Karen, ook een stukje normaliseren? Niet dat het gebeurt. voorbereid me goed. Maar het is ook een heel gevoel. Het is een soort nieuw. Het is, ja, als je de, de Gartner-hype-cycle pakt. dan zitten we bijna bovenaan in die hype. als het gaat om dit ja. onderwerp. En ik kan me voorstellen dat dit straks een plek krijgt en dat het ook in die zin normaliseert... dat we eraan wennen dat dit gebeurt... en dat we dat moeten voorkomen... en dat je je organisatie daarop in moet... snap je wat ik bedoel? Denk ik je het, denk ja. dat dat een proces is dat plaatsvindt? Ja, ik denk het eigenlijk wel. En ik denk ook dat we uh, moeten leren om het onderwerp te omarmen. Het klinkt misschien ja. heel erg gek... Ja. maar we moeten het gewoon omarmen. Ja. Uh, dat is de beste manier om ermee uh, mee om te gaan... En, om er mee te, en ons te realiseren. We zijn mensen. Dit zal altijd blijven bestaan. Ja. Dat moeten we leren te accepteren. Ja. En als het gebeurt, is het een kans om de cultuur te verbeteren van de organisatie. Ja. Zoals dat geldt voor iedere crisis. Ja. Dus in die zin moet je het ook omarmen. Daar moet je er ook iets mee doen. Want je kunt, het biedt je een kans om de organisatie beter te maken. Ja. Um, even kort nog over jullie boek. Hè. Stop het zwijgen. Om even een paar dingen die ik daarover wil weten. En het één is, hoe komen jullie bij elkaar om samen dat boek te schrijven? Hoe is dat zo gekomen? <laughs> nou, wij zijn beide uh, met het onderwerp bezig. Mm. En wij zijn over het onderwerp in gesprek geraakt. En met name de irritatie over het feit dat er zo gezwegen wordt over het onderwerp. En terwijl als mensen het gesprek voeren. Want dat is toch de belangrijkste outtake, denk ik, uh, ja. uit ons boek. Als mensen het gesprek voeren over het onderwerp. dan heb je eigenlijk al de helft van de oplossing uh, in handen. Mm -hmm. Dus en dat heeft. Dat zit in ons beide werk en, en beide zijn wij op de, de, de grote casuïstiek uh, actief. Dus, dus vandaar dat dit ons bij elkaar gebracht heeft. Met die oproep stop het zwijgen, omdat zwijgen moet doorbroken worden op ja. dit onderwerp. Hoe lang heb je aan het boek gewerkt? Um. <laughs> Sinds eind april. Oh, dat is best kort. Dat is heel kort. Ja, maar ik twijfelde met het antwoord. Want ik ja. denk, ja, je bent in april zijn we uh, gaan met schrijven. schrijven, schrijven precies. maar je bent eigenlijk met dit boek al, al zeven jaar bezig. Want ja. je bent elke dag, uh, tenminste ik dan, elke dag. Sinds zeven jaar ben ik met dit thema bezig. En ja. wat ik het mooie vind aan dit boek, is dat het eigenlijk de andere kant van het onderwerp laat zien. Juist waar alle kansen liggen. Uh, en er is heel veel ook begrip voor het feit dat we hierin zoekende zijn. Wat bedoel je met de andere kant? Nou, de an nou ja, niet het, het belerende van nee. als je nou zo doet, dan los je het op. Maar veel meer ook begrip voor dat het moeilijk is om soms een stap te zetten. Mm -hmm. En daar hebben wij, zeg maar, de tools voor proberen aan te reiken. Hoe je die stap dan ook zet. Hoe je vanaf dat keerpunt, zeg maar, de kans om het beter te doen, hoe je dat dan ook succesvol kan inzetten. Ja. Je zet het weg als een praktisch handboek. Het leest ook redelijk makkelijk weg, vind ik. Het is geen wetenschappelijke dikke pil. Ja, we hebben geen theoretisch boek willen maken. We hebben heel bewust, omdat ieder bedrijf, eigenlijk iedere organisatie worstelt... enerzijds met het bespreekbaar maken, maar ook met het uh, acteren... met het opstaan op dit onderwerp. Daarom hebben we heel bewust een heel praktisch handboek willen maken. Ja. Waarmee een bestuurder of een HR-manager of een commissaris... Uh, want ook bestuurders maken zich hier natuurlijk nog wel eens aan schulden. Eigenlijk onmiddellijk mee aan de slag kunnen. Ja. En de stap vooruit kan maken. Ja. Dan uh, wens ik jullie uh, heel veel succes met het, uh, het tot grote hoogte brengen van dit boek. En dat iedereen hem maar lezen vanuit een zakelijke context. Nou ja, niet alleen vanuit een zakelijke context trouwens. Hè. Vanuit, vanuit elke context. Ik dacht dat jullie mijn gast uh, waren. En dank dat jullie wilden praten over dit onderwerp. Um, en dank voor het kijken naar weer een video hier op 7D TV. Hij wordt uitgegeven trouwens bij Uitgeverij Boom. Dat is misschien ook wel goed om even Tot. te melden. Um, en um, wil je meer weten over dit boek of wil je hem aanschaffen? Dan kan dat uiteraard. Dat kan hieronder in de beschrijving. Als je op YouTube zit, zit je te luisteren naar de podcast. Dan vind je ook in de beschrijvende tekst alle linkjes om uh, het boek uh, aan te schaffen. Stop het zwijgen. Uh, voor nu, dankjewel voor het kijken of dankjewel voor het luisteren. Hoi.